Ayatu lil muqinin. En op aarde bevinden zich tekenen voor degenen die overtuigd zijn. Of fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum. En ook jullie zelf. Afala ta'qilun. Afala tubsirun. Of fil ardi ayatun lil muqinin. En op aarde bevinden zich tekenen voor degenen die overtuigd zijn. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, waarom gaan jullie zo ver? Waarom zoeken jullie op aarde naar tekenen in jullie zelf? Wat via een fusikum? Jullie hele lichaam, jullie organen, jouw hart die het bloed pompt naar de rest van het lichaam. De longen die de zuurstof in- en uitademen. En deze weer, de bloed die dat opneemt. En jouw hele lichaam en alle systemen die zich erin bevinden. Wa fi anfusikum. En in jezelf zitten vele tekenen die duiden op de grootheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Afala tubsirun. Zien jullie dan niet? Denken jullie dan niet na? En dit zijn zaken waar de gemiddelde mens niet over nadenkt. Kijk naar dit stromend water. Mashallah. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de mens zodanig geschapen dat hij ervan houdt om naar dit soort stromend water te kijken. De mens komt tot rust door dit stromend water. En elke mens, in welke tijd dan ook, die mens zal altijd hiervan blijven houden. Zelfs in de komende duizenden jaren zal de mens altijd hiervan blijven houden. Kijk naar deze rivier, naar deze beekjes en kleine watervalletjes. En dit behoort tot de gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is wat de mens nodig heeft. Voor diegenen die het hele jaar door omringd zijn door flatgebouwen, omringd zijn door metalen of wielen, ijzer of wielen, degene die omringd zijn met alleen maar datgene wat door de mens zelf gemaakt is, omringd zijn door plastic, ijzer, flatgebouwen en alsmaar omringd is met mensen. En wat voor mensen? Dit leidt meestal tot stress en depressies waar vele mensen vandaag de dag onder lijden. En daarom is het van belang om van tijd tot tijd je terug te trekken in de natuur. Je terug te trekken tot de oorsprong van de mens. Terug te trekken naar een plek waar alleen maar zand is. Alleen maar bomen, water, rivieren. Even geen mensen om je heen. En dit was de toestand van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Voor de profeetschap was hij gewend zich terug te trekken tot Ghar Hira. Hij trok zich terug in de grot, al-Hira, om Allah subhanahu wa ta'ala te gedenken. En zo vond hij zijn rust totdat de openbaring tot hem kwam. En zo leren wij hieruit dat het van belang is om van tijd tot tijd je terug te trekken tot de natuur. Om je zo te ontdoen van de stress en depressies. En het benauwde gevoel wat iemand van tijd tot tijd kan ervaren. Vanwege verschillende factoren. En alhamdulillah zijn we hierbij begunstigd om met een paar broeders hier in Ardennen te zijn, te wandelen. En diegene die ziek is, degene die ergens last van heeft, om zijn pijn een beetje te verzachten met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Degene die hoofdpijn heeft, om van zijn hoofdpijn af te komen met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Degene die thuis problemen heeft, om even tot rust te komen. Even een beetje afstand. Even geen kinderen om je heen. Geen vrouw om je heen. En zo ook de vrouw, even geen man om haar heen. En ieder die van tijd tot tijd zich helemaal moet terugtrekken. Om weer tot rust te komen. Om weer tot balans te komen. En daarom zeggen de geleerden dat dit soms vereist is. Een ghulwa.